Ja, nog een stukje. Ter gelegenheid van haar 21ste verjaardag is zij onze VIP. Imke draagt een creatie geheel volgens de laatste mode uit Milaan. De jurk is bezaaid met 600.000 diamantjes uit Peru, die er met de hand zijn opgezet. Kleurrijk zoals ze is, gaat ze nu op de HKU uitbreiding geven aan haar creativiteit. Waarmee ze straks een onuitwisbare indruk achterlaat in de wereld met haar eigenzinnige vertolking van essentiële onderwerpen. We gaan nog veel van haar horen. Dames en heren, Imke Kuipers. Mag je een handtekening? Oh jeetje! Nee, ik moet wachten. Nee, kom nou. Ik moet wachten tot papa. Nee, je moet niet komen. Wie zou iedereen hier? Wie zijn de baas hier? Ja, Gwen Kuipers. Gwen Kuipers draagt een smaragdgroene jurk van Indiaanse zijde. Niemand kan een jurk van deze eenvoud beter dragen dan Gwen, die van zichzelf elegant en sierlijk is. Gwen zit komend half jaar in Amsterdam, waar zij als ontwerper bij Colorcake creaties maakt voor grote merken. Ze is een kei in het maken van een passende huisstijl voor ieder bedrijf. Dames en heren, Gwen Kuipers. Emma van der Groen, u ziet Emma hier in een jurk van prachtige robijnrode stof. Wat haar figuur prachtig doet uitkomen. De jurk is gemaakt in Singapore door een zeer achtbare kleermakers. Onze katholiekhebber en creatieve illustrator Emma is net afgestudeerd aan de Sint-Joost en nu al keihard aan het werk als een grafisch designer voor een gerenommeerde studio. Emma's geheime talent, razendsnel een geheel heksenkostuum in elkaar zetten voor een elfje dat er ook nog eens gedetailleerd en prachtig uitziet. Marieke Lange, dames en heren. Marieke draagt een rood couturejurk van Chanel in een schitterende zeeblauwe tint die ons doet denken aan zwoele mediterrane avonden. Haar studie heeft ze inmiddels afgerond, maar ze is er nog niet klaar voor om te gaan werken. Ze neemt dan ook het komende half jaar een sabbatical in Rome, waar ze zich geheel kan wijden aan zelfontwikkeling. Haar grootste passie is het bakken van taarten en wat zijn die prachtig en lekker. Ik denk dat er nog vaak van haar talent genoten gaat worden. Wie weet als we ooit een van jullie gaan trouwen. Marieke van Langen. Oh, mag ik niet lachen? Ja, wel lachen. Net 11 jaar, hè? Heeft Emma van der Groen dan toch een deel job gedaan? Ja, echt hè? Is het goed of niet? Morgen in de story. Ik zou het heel goed denk ik maar 64 jaar ja, en dan mag ik ook ouder worden. Ik wil een beetje... Niet van mij. Ik geloof niet van. Ja, nou een foto met champagne. Oh, ja, het houdt niet op, hè. Ga ik niet naar de foto's. Oh, ja, mooi glaasje. Iets dichter bij elkaar, dames. Proost. Kleiner, kom geen telefoon. Cheers, cheers. Op Imke. Ja. Grown up girl. 21 en een beetje. Ja, 13 maar zo ziet niemand er als een kont. Ze komen er aan hoor. Herkennen we het. Je weet dat nu de deur is. Ik weet het wel, ja. Ja, nou, Wietske draagt vandaag een schitterende ensemble met de schoenen. Je ziet ze wel, die zijn van. Zeg maar! Le Ballon! Van Le Ballon! En moet dat tasken erop bij zeker!
Dat vind ik sluitreclame. De broek is een unieke kleur, nog nooit eerder vertoond op de rode loper. Uiteraard. Deze sterke vrouw, met een kast vol mooie bloesjes, is hard aan het werk om straks de fysiotherapiepraktijk van haar ouders over te nemen. Hiervoor oefent ze graag op haar vriendinnen. Ook. Die er maar al te graag aan meedoen. Ja. Hop, even op de eettafel zitten in een vakantiehuisje om haar vriendinnen een goede massage te geven. Niets is te gek voor haar. Wietske Bultmans. Wauw. Zo, dank je. De volgende dame die u ziet is Sophie Heijblom. Sophie draagt een donker oranje pak, ontworpen door een beroemde Nederlandse couturier, die het geïnspireerd heeft op haar zonnige karakter. Op haar hakken kun je helemaal niet meer om haar heen en dat is maar goed ook. Want met haar positieve kijk gaat zij haar opleiding inzetten om het klimaat in de wereld te verbeteren. Mensen zoals Sophie. Mensen zoals Sophie heeft de wereld hard nodig. Japon. De kleur past perfect bij haar huid. Duizendpoot Eline reist wekelijks af naar het verre Wageningen om daar keihard te werken op de Unie. Hoe ze daarnaast ook nog tijd heeft om prachtige kostuums en andere creaties te maken, League of Legends te spelen met haar vriend en af te spreken met haar vriendinnen weet niemand, maar haar vriendinnen klaagt niet. Deze zorgzame en sterke dame is niet te missen in de groep. Last but not least. Work it! Jacques Boos! Marije van der Hoeven! Marije draagt vandaag een crème kleurig ensemble wat ze speciaal voor deze avond uit Amerika heeft laten invliegen. Perfect bij haar ambitie om filmregisseur te worden. Marije is net afgestudeerd als regisseur en scenarist en is klaar om de filmwereld te gaan veroveren. Op dit moment is deze filmmaakster bezig met een documentaire voor de NPO over de Elfia, haar favoriete evenement, waarmee haar werk binnenkort voor het eerst op tv gaat verschijnen. Welkom dames. Oké, is het goed gelukt dit, girls? Maar één keer nog. Deze is Sophie, deze is voor jou. Ja. Ik ga morgen even. We moeten hier naar Rijns, dankjewel. Oh ja. Oh, oké. Okay. Oh, ja. Dus vloeken. Ja, wij vloeken wel, hè? Ja. Maar ik vloek iedereen op. Ik heb misschien even. Nee, dat kan wel. Maar zijn nog hier? Ik kom hier. Oh jeetje, jongens. Nee, maar. Ik ben al die filter voor jou. Ja. Ja, ik was al bang. Dat is mijn quiz. Ik vind het ding ook, hè. Dat hadden wij toen ook een volle examenfeestje nog. Ja, dat was lekker. Hadden we die blauwe en die rode. Maar hij zegt allemaal, oké, even poseren hier. Ja, je komt erbij. Je komt erbij. Maar je komt erbij. Dat is wel nu, we staan weer midden in beeld. Ik had hetzelfde met jou. Waar moet je naar kijken, hè? Ja, naar de bomen. Naar achteren. Je mag wel drinken, hoor. Ja. Yes! Zo. Is het dan goed? En dat stond onder de boom. Ik ben het zo, maar ik heb niet anders. Dus jou hebben ik wil ook graag met jullie bij de... Ja, maar is de dames bij de... Ja, de dames bij de auto. Nee, kom maar. Ja, maar Nico, ik ga hier aan de... Ik ga aan de...
Auw, mijn Nico. Nico zit achter de klas, hè? Allemaal in de auto? Moet u maar, mevrouw? Allemaal in de auto. Het is wel heel cool. Yes. Ik wil deze hebben. Daar wil ik wel zitten eigenlijk. Ik stuur hem direct door. Ja. Nou, ben je rijden? Ja, dit is wel moeilijk. Ik denk nou al. Oh, ze gaan er nog in. Aan het werk. Nee. Ja, dat weet je. Ja. Oké, okay, ja. Emma, we spelen nu tussen. Ja, oké. Okay. Ja, zo, ja. Oh my god. Okay. Ja, ja, goed. Moet ik even mijn benen zetten? Waar kijken we heen? Weet ik niet. Nee, nee, maar daar gaan we heen. Jan en Jan. Ja, eerst. Zo. Ik hou hier wel van de seconde. Nee, hè. Ah! En doen we dan ook een keertje? 3, 2, 1, 2, 3. Oké, dan is het. Ja! Ik ga mijn armen niet over. Ik heb een molen, extra. Ja. Okay, dat is leuk. Doe het extra. Ja. Ja. Oh, dat is jij. Yeah. Oh, jij de coolest. Mag ik even een toe? Hey. Allemaal modelfeest. Zo statisch, weet je. Okay, we zitten er alles in. Okay. Even work, jongens. Even modellen. Oh, ik kan niet meer. Vrienden, hey, modellen. Zo. Dat vind ik altijd bruin op. Het is goed zo. Nee, ik vind het als een zo groot geld. Ik heb wel een paar foto's zullen we moeten ja. Hè? Hè? Lukt dat nog? Ja, dat ja, ik ga ervoor. Ja, lekker. Maar ik kan gewoon niet lekker door. Nee. Ik kan gewoon door. Ja. Oh. Ja, 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 ja